In de tweede klasse van het voetbal speelde kampioen Charleroi vanavond tegen Antwerp. Charleroi was zaterdag al kampioen geworden zonder te spelen, omdat de eerste achtervolgers Oostende en Eupen punten lieten liggen. De match van vanavond was er dus één zonder veel inzet en Charleroi verloor hem met ruime 0-3 cijfers. Het vurige thuispubliek moet een half uur wachten op de eerste kans. Antwerp-doelman Van den Bossen flatert, maar topschutter Gnoeré doet zijn reputatie geen eer aan. Hij trapt de huishoge kans over. 3 minuten later gaat het licht uit bij Charleroi-speler Koumedor. Rood is het logische gevolg. Met een man meer trekt ook Antwerp eens naar voren. Charleroi-doelman Kok zorgt voor de nodige assistentie. Maar gelukkig voor hem gaat de bal er niet in. 5 minuten voor rust is het dan toch raak. De Ghanese Bobby Prince pakt uit met een slim boogballetje. 0-1 voor Antwerp. Op slag van rust dreigt het helemaal fout te gaan voor Charleroi. Zinic met handspel en stafschop voor Antwerp. Doelman Kok heeft alle moeite van de wereld om de Sloveen in bedwang te houden. Freddy Mombongo mist niet en brengt de Great Old op 0-2. Na de pauze is Charleroi niet meer in staat om de nederlaag af te wenden. Integendeel, in het slot maakt Prince er nog 0-3 van. Maar zelfs dat kan de sfeer op Mambour niet drukken.